Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. Weer een Nederlands video, de tweede Nederlands video die ik opneem. En wat ik vandaag ga doen is deze Lego zak ding. Lego Juniors. Is hier toebeeld. 4 tot 7 jaar. Ja, ik ben 10. Maar ja, oké. Laten zien. En ik ga het bouwen. Dus laten we maar gaan uitpakken en bouwen. Oké mensen, ik heb hem open gemaakt. Er zit nog ding bij. Ja. Nou, hier is een boekie. Ding. Ik ga het bouwen. En dit ga ik speed bouwen. Dus snel bouwen. Of gewoon in een stop motion. Weet je wel. Maar oké. Ik ga het dus op die manier doen. Want anders moet ik de hele tijd... Oké. Laat ik het maar gewoon doen. Maar eerst maak ik het boekje open. Want ja, mensen. Als het... Wacht even. Oké, mensen. Ik heb dus dit even bijgepakt. En ik heb een boekje uitgevouwen. Ik ga even kijken. Wat ik dus zou zeggen is... Als het me niet lukt, ga ik verder met speedbuilden en anders... Laat ik jullie gewoon zien om te bouwen. Dus laten we beginnen met deze. We hebben die buik nodig. Met het hoofd. Hebben jullie een tip voor als het niet zo goed lukt om het hoofd op te doen? Laat het weten in de reacties. Want ik ben er heel benieuwd naar. En natuurlijk zijn petje. Er staat hier geen sterretje op. Maakt niet zo veel uit. Nou, als dit is poppetje. Wacht even. Staat hier dan ook een sterretje op? Nee, er staat ook een sterretje op. Wacht even mensen. Oké, mensen. Dit is een hele rare video. Want iemand heeft aangebeld. Dus dit is de reden waarom ik even... Hier staat dus. Wacht even. Dan ga ik straks weer verder met... Hoe je die dingen bouwt, zeg maar. Ga ik die set weer bouwen en laten zien. Dus wacht nog even. Ik schrok. Mensen, ik ben er weer. Laten we verder gaan bouwen. Het was het genootje van mijn kleine broertje. Dat weet je wel. Nou ja, moet je het. Nou, dit is het popje. Laten we nu beginnen met de auto. Nou, wat ik dus ga doen is bouwen. Mensen, wat ik vervelend vind, is dat de camera soms zeg maar uitgaat, soort van automatisch. Ik weet ook niet waarom, normaal gebeurt dat nooit. Dus daarom haak ik soms de camera aan of film mijn telefoon. Ja, ik film mijn telefoon, maar oké. Dat dus. En ja. En dan kan het zijn dat ik soms inzoom. En dat gebeurt automatisch, dus... Sorry voor als dat gebeurt. Het is nou eenmaal... Komt nou eenmaal door mijn telefoon. ik heb niks gezegd. Nee, ik ga gewoon lekker verder bouwen. Dus we hebben nu dit. Het is simpel, dit eigenlijk. Het is eigenlijk heel simpel. Nog iets? Ja, tuurlijk. De dingen. Ik ga ook straks laten zien zoals ik al zei. Ook al zien jullie het zelf al. Maar ik geef ook mijn beoordelingen erover. Dus dat bedoel ik eigenlijk meer met. Ik ga het laten zien. Dus ja. Nou, niet doen. Dus wij lampen erop. Hey, ik heb een extra. Wacht. Die rode zwaailamp is voor het stoplicht ding. Want ja, er zit een stoplicht bij. Ik ga. De instructies omdraaien. Alleen nog maar dit. Waarom moet je dat dan bouwen? Wat staat er niet eens op? Nou ja, ze denken, je kan het zelf doen omdat het toch zo klein is. Nee. Wacht even. Hier zijn nog meer sets. Hier ga ik veel inzoomen. Oké, dus die van Lego Juniors, politie, werkzaamheden en Spider-Man. Batman! En nog. Die ding. Ja, ik ga gewoon verder met dit bouwen.
En jullie zien wel hoe ik het bouw. Ik hoop dat het een leuke video is voor jullie. En zo niet, kijk dan niet de video. Dus ja, ik probeer de banden te doen met één hand. Want ja, ik heb niet echt dinges. Ja, ik heb geen telefoonhouder uit Lego of zo. Hé, hey, het beeld was net omgedraaid en hij was ingezoomd. En dat wil ik niet. Oké, dus nu moet ik het allemaal hier vast doen. Ah, mensen. Sorry, maar ik doe het nu even. Dus ik zie jullie zo. Oké, mensen, dat zit in elkaar. Dan kan ik het poppetje er ook lekker in doen. De politieagent. Zo, die zit er ook lekker bij. Njom, njom, njom. Maar ik doe het vooral met dit autootje. Ik hoef alleen nog maar dit te doen. Ja, die hoef ik niet meer. Oké, laten we dit maar even hierop doen. En dan doe ik het wel op die groene 2x4 ding. Nou. Moet rood aan de bovenkant. En groen aan de onderkant. Sorry voor als het beeld opzij gaat. Nou, doe ik die weer aan de kant. Doe ik deze. En ja, op. Bijna. Yes, ik heb de hele set af. Die doen we terug. En dit is het dan. Nou, laat ik mijn beoordeling nu erover geven. Dit is een hele kleine set. En het is snel in elkaar te zetten. Zoals jullie zagen. Ik vind het wel leuk dat ze ook nog mini hygiënes op de achterkant hebben gedaan. En het ziet ook wel leuk uit. En leuk, leuk dat er een stoplicht bij zit en nog een plantje. Kijk, dan kun je lekker zo doen of daar soms zo. Nou, ik doe lekker zo. Dan is het zo zeg maar rood en dan groen. Oei. En dan gaat het terug. Oei. En dat is het. Maar we beginnen met de auto. En de karakter. Het karakter, politieautootje, leuk. Alleen vind ik het jammer dat hij geen politiedoogje hierop heeft, zoals normaal. Maar oké. Dit zijn hier echt leuke lampen. Voor de mensen denken, moeten ze dat lampen voorstellen? Ja, ik denk dat ze tenminste lampen moeten voorstellen. Hij heeft geen achterlicht, dat is dus vind ik ook niet echt leuk. Ik heb dan wel een Batman set daar. Maar die heeft ook geen voor. Die heeft zelfs geen voor- en achterlampen. Maar ja, Batman die moet dat misschien ook wel. Maar ja. Zien jullie die achterlamp daar? Dat. En dat ja. Maar het ziet er voor de rest wel cool uit. En nu gaan we verder met deze. Ja, wacht. Hier zit er ook nog politie opgeschreven. En nog een politieogetje. Maar ja. Voor de rest kan ik er geen beoordeling voor geven. Voor die. Nou, we beginnen met het stoplicht. Leuk dat ze dat erbij hebben gedaan. Dat voegt ook wel weer even iets wat toe. En dan kun je ook gewoon gebruiken voor elke auto wat je hebt. Dus je kan het ook gewoon gebruiken. Voor de Batman. En dan kun je ook dus zo'n soort van mini-file maken. Kijk. Zo. Wat zit die er nog bij? Ja, en dat zijn extra onderdelen van deze set. Volgens mij. Nee, van een andere set. Maar die heb ik er met dat zitten. Maar kijk daar niet naar. Maar kijk, dan lijkt het net alsof het een echte ding is. Alleen moet ik dan wel weg. Maar jullie begrijpen het. Maar dit is dus een set. Het is cool. Als ik het de cijfer zou moeten geven. Een 8. 8. Het kan ermee door. Alleen mis ik nog wel wat sommige dingen. Dus ja, een 8. Het is op zich nog een mooi cijfer, dus ja. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Geef dan een duim. Ja, laat dan weten in de reacties. Geef het een cijfer. Ja, je hoeft niet per se je beoordeling te geven. Geef maar gewoon een cijfer. Maar like, abonneer. En ja, één ding moet ik nog zeggen. Als jullie geen enkele abonnee achterlaten,
krijg je een extra like, ook al is het maar. En dan ga ik mijn YouTube kanaal verwijderen. Ik ga mijn YouTube kanaal niet verwijderen als ik abonnees en likes haal. Ook al heb ik maar één abonnee en heb ik ook maar één like op een van de video's. Dan ga ik mijn kanaal nog steeds niet verwijderen. Oké? Dat is het. Geef op elke video een like die ik heb gemaakt. En geef dan ook zoveel abonnees. Want anders ga ik misschien in de toekomst nog wel mijn kanaal verwijderen. Dus, zorg voor. En dan, doei!